Welkom terug, meester. Je mag nu verder rijden naar Arnhem Centraal. Vertrek van Zevenaar om 15:02. Veel succes met het laatste stukje. Even kijken, moeten wij die nog... Ja. Kijk, deze route heeft ook hetzelfde probleem. Even kijken, hoe konden we ook alweer... Ctrl-Shift F9... Dan ben ik volledig vergeten wat ook weer de bestemming display was. F9, F10, toch? Nee. Kijk, dat is beter. Ik zet hem gewoon op Abellio. Nou, deze trein heeft helaas geen ATB. De Duitse variant. Achter ons gaat Brenk er vandoor. En de AI-trein die trekt veel sneller op dan de spelertrein ooit kan. We trekken om 15:02 uit station Zevenaar en wij komen aan om 15:15 in Arnhem Centraal. Deuren gaan dicht. En wij geven vol gas op weg naar Arnhem Centraal. Het is wel leuk, want we kunnen hier op dit stukje nu ook met de Nightjet rijden en op de Betuwe-route. Het is jammer dat die twee niet aan elkaar gekoppeld zitten. Sowieso hebben we eigenlijk met de Nightjet nog niet echt scenario's, want we hebben de NS Vectron nog niet. Wat we natuurlijk wel kunnen doen is een 186 scenario maken met een Nightjetje. Hier een goederentrein. Op weg naar Zevenaar. Terwijl wij volle bak op weg gaan naar Arnhem. De Abellio die is de enige die niet stopt op alle tussengelegen stations. Arriva en Brenk doen dat wel. En de goederentrein natuurlijk ook niet. En ook de ICE niet. Maar de ICE, daar moet je voor reserveren in principe. Nou ja, hoeft niet. Je mag je moet een toeslagkaartje kopen in ieder geval. Ik ben nadat deze is gaan rijden nog niet wezen spotten op de stations rondom Duiven en... Even kijken hoor, wat zit er nog meer op dit stuk? Ik weet dat Duiven zit er, Arnhem-Velperpoort. En volgens mij zit er nog een station. Arnhem, nog een Arnhem. Arnhem-Westervoort, ja. Dank u. Hier hebben wij een geel sein. Oh ja, dat was ook zo. Op deze route, daar zat een speciaal sein ingebouwd. De stopdoorschakeling die zit hier in de seinen ingebouwd in plaats van dat het met een marker gedaan wordt. Dat is ook zo. Dit seintje staat dus altijd, ook als je doorrijdt, staat hij op rood. En je moet wachten totdat hij op groen gaat. Gewoon Westervoort, geen Arnhem. Oké, ja. Gewoon voorbij rijden. Nee. Rood is rood. Thank you.
Nou, ik weet dat hij vrij snel op groen ging, maar altijd te laat. Duiven, station Duiven. Hier stoppen wij niet. Deuren openen. Nee, daarom blijf ik ook rollen. Want dan weten de mensen dat deze trein niet stopt. Moet je maar eens opletten. Als een trein niet stopt op een station en ze mogen doorrijden. En ze weten dat ze mogen doorrijden. Dan zullen ze nooit. Dan zullen ze proberen nooit voor het trein te stoppen. Want anders gaan mensen de deuren proberen. We gaan als een haast weer verder in de richting van Arnhem. Gelukkig trekt de flirt snel op, waardoor we niet te laat komen in Arnhem door dit kleine, door dit ene seintje, klein oponthoud. Verkend bord, deze keer van Westervoort. Quinten, deze trein gedenkt inderdaad veel. En dat is een fixje die je moet downloaden. Die heb ik in de IJzerlijn er al uitgehaald. Alleen die zit hier nog in. Maar omdat ik rijd deze route zo weinig. Dat ik hem eigenlijk... ik rijd liever de Achterhoek en Twente lijnen. Hier komt Arriva ons tegemoet. Die stopt wel op Westervoort. Wij niet. Wij gaan er volle kracht doorheen. Ik weet niet of jullie het zagen, maar het sein voor ons. Dat versprong net van geel 8 naar groen. Dus... Quinten, ik hoorde het al sinds 7 jaar, dus maar ik denk ik zeg niks. Jur was laatst nog bezig met deze route. Oh. Liever dat hij de IJzerlijn afmaakt naar Roosendaal. Links de aftakking naar Arnhem Goederen, waar binnenkort weer NS-treinen gestald gaan worden. ICR gaat daar gestald worden als het buiten dienst gaat, naar het schijnt. Ons volgende sein is geel. Daarvoor hoeven we nog net niet te remmen. Weet je, de IJzerlijn, die is tot Wijchen ligt hier nu. Ik had liever dat hij die doortrok naar 's-Hertogenbosch en dan 's-Hertogenbosch-Tilburg, Tilburg-Breda. En dan naar Roosendaal, want dan heb je dus dat hele stuk. Naar, van Zwolle naar Roosendaal, dat zou toch echt prachtig zijn. Wij mogen het kruispunt op hier.
Voor ons zien we nog Breng. Net de hoek omrijden. Gelukkig is de seinafstand hier kort, dus we kunnen blijven rollen. Ik zat niet op te letten, maar gelukkig verspreekt het zijn net van rood naar geel. Anders waren we hier Falikant door rood gegaan. En weer doortrekken naar 40. Tractie eraf. Vanaf hier kunnen we het wel rollend af. Het laatste stukje. Dames en heren, het volgende station is Arnhem Centraal. Dit is het eindpunt van deze trein. Abellio neemt hierbij afscheid van alle reizigers. Hier kunt u overstappen voor de richting Nijmegen, 's-Hertogenbosch en Utrecht Centraal. Uitstappen rechts. Dit is niet zoals het in het echt klinkt, maar goed, jullie snappen wat ik bedoel. Zo, strak tegen het seintje aan. En 2 minuten te vroeg komen wij aan op station Arnhem Centraal. Deze trein gaat natuurlijk zo direct netjes opbouwen en weer terug naar Duitsland. In de verte komt nog een firm aangereden. Moet deze trein nog vluchten? Gek idee. Waarvoor? Als het goed is, blijft hij hier gewoon staan hoor. Gaat Abellio door dat opstelterrein? Ik dacht dat hij gewoon bleef staan. Tenminste, toen ik er was, elke keer in Arnhem, bleef hij gewoon op dat spoor staan. Netjes op tijd, scenario voltooid, gemaakt door koploper Mode.